zijn eigenlijk al, hij zegt dat 2 weken bezig met de wensen van verschillende bonden. Het gaat meer over de, laat me duidelijk zijn, het gaat om secundaire voorwaarden. Die zijn vastgelegd in een CAO-overeenkomst, waarbij dus nu de bonden vragen om dit op te lossen, af te kopen. En er zijn verschillende wensenpakketten ingediend, twee verschillende instellingen. En daarmee hebben we dus, we zijn eerst met AZP, daarna nog de 3 bonden van RGD, Sint Vincentius en Diaconesse. Ook daar heeft de regering ondersteuning geboden. En nu hebben we dus Lans Hospitaal. En we hadden eigenlijk goede afspraken met de bond, dat we deze week aan tafel zouden gaan. Maar we werden gisteren verrast met een complete lamlegging van een ziekenhuis zonder dispensaties naar afdelingen. Wat natuurlijk een inhumane opstelling is van de bond, omdat we mensen met COVID hebben in de IC-units. En dat kan je niet maken als bond om iedereen op te roepen om gewoon weg te blijven. Je komt niet aan het recht om te staken, maar je moet wel zorgen voor een benodigde opvang binnen de zorg. En er is aan de directie geen ruimte geboden, omdat de melding om 11:30 binnenkwam en de dienstwisseling is al om 2:00. Dus de directie heeft niet genoeg tijd gehad, vinden wij, om adequaat voor opvang te zorgen. Het ziekenhuis heeft ook maar bijvoorbeeld 2 ambulances, dus hoe ga je binnen 2 uren 100 zoveel patiënten vervoeren naar andere ziekenhuizen? En we hebben nog geprobeerd in de middag te praten met de bondsvoorzitter, via het stichtingsbestuur, via de directie. Het is niet gelukt om hem op andere gedachten te brengen. Dus toen waren we genoodzaakt om een korting aan te spannen tegen de bond. Zo is het gegaan en de directie heeft het met me afgestemd. Ik heb daarvoor groen licht gegeven. En inderdaad heeft de rechter beslist van de bond heeft ook eisen. Maar de directie heeft argumenten dat in ieder geval dispensatie verleend moet worden aan de cruciale diensten. Maar dat de regering is ook eens gevraagd door de rechter om binnen korte tijd een oplossing te hebben. Dus feitelijk hadden wij gehoopt dat de acties opgeschort zouden worden, zodat we vandaag en morgen met de bond aan tafel kunnen om de zaak op te lossen. Maar dat is dus niet het geval. Er zijn wel dispensaties verleend, maar de acties gaan nog steeds door. Dus kijk, als er een eis is van een bond, dan wil je natuurlijk als regering wel weten wat die onderbouwing is. En dat is dus nu in een brief vervat naar de bondsvoorzitter. Om te vragen naar de onderbouwing van het bedrag, zodat wij een gedegen antwoord kunnen formuleren. In ieder geval moet het ook passen binnen de hele zorg en we kunnen niet de een meer geven dan de ander op basis van een simpele wens. Je moet het kunnen onderbouwen. Elke wens moet onderbouwd zijn. Dus dat is de situatie met het Slans Hospitaal.